product dat wij gemaakt hebben is Yakuki. Het is een koekje op basis van yacon, yaconpulp, yaconsiroop. De siroop bevat ook nog appel en peer, havermeel en zout. We zitten alle drie bij een jeugdbeweging en daardoor, daarin zien we eigenlijk dat er veel kinderen zijn met overgewicht en ook veel kinderen die altijd wel een koekje met suiker of iets heel zoet mee hebben. En daar wouden we eigenlijk op inspelen door een koekje te maken wat eigenlijk geen suiker bevat en dat heel gezond is om zo het overgewicht bij jeugd te verminderen. Fingerfood, dus iets wat je met je handen kan eten, ontwikkeld speciaal voor een specifieke doelgroep voor mensen met motorische beperking die niet met bestek kunnen eten en dus eigenlijk met hun handen moeten eten. Als ontwikkeld product hebben we een volledige maaltijd ontwikkeld. Dat zijn 2 à 3 soezen dan uiteindelijk dat je gaat moeten eten en dan heb je al een heel volledige maaltijd in. Verder hebben wij ook ingespeeld op de trend van proteïnerijk. Dus ons product is ook proteïnerijk en lactosevrij. Daarnaast hebben we ook nog een veggie variant en 2 soorten versies. Een groene en een zoete oranje variant.